Oké, ik ga beginnen met een paar vragen te stellen. Wie is er eigenlijk bang om te zingen? Steek uw hand op. Als ik voor de klas moet zingen, ben ik zo onzeker, omdat ik dan precies aanvoel dat ze mij bekijken van je kunt niet zingen, je zingt vals. Of zelfs een beetje schrik dat de kinderen zelfs gaan uitlachen. Ik heb tijdens mijn stage een liedje moeten aanleren en ik heb die nacht zelfs niet veel geslapen. Oké, mag de zoon ook weer doen over je gezicht? En dan kun Het idee is, als je al zo'n dingen doet die eigenlijk een beetje belachelijk zijn in volwassen termen, dan is het al minder eng om te zingen, hè? Want je hebt al van alles gedaan. Het belangrijkste is van dat resultaat weggaan. Dus dat mensen eigenlijk gewoon mogen zichzelf zijn op een manier dat ze wel wat uitdaging krijgen. Bijvoorbeeld, laat ze een beetje gekke bewegingen doen. Langzaam ga je van zo'n wee-beweging naar een meer gefocuste zang. En om duur zijn ze eigenlijk al een beetje vergeten dat ze buiten hun comfortzone aan het gaan zijn, hun grenzen aan het verleggen zijn, stapsgewijs. Ik zie een konijn. Ik zie een konijn. En waar gaat dat konijn naartoe? Naar zijn hol. Het konijn gaat naar zijn hol. Het belangrijkste om te onthouden is eigenlijk dat je met heel simpele technieken en oefeningen de klas aan het zingen kan brengen en jezelf op je gemak stellen in de eerste plaats. En met je handen mocht je een kelk vormen van je mond naar je oor, waardoor u zelf heel goed hoort. Zo dus. Je hoort je buur zingen en je hoort jezelf zingen. En die klanken die komen eigenlijk heel goed overeen. En dan merk je dat je buur eigenlijk goed zingt. Dus ja, moet je zelf ook goed zingen. En door elkaar lopen. En dum 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 dum. Wat ik vooral gemerkt heb, is dat je het eigenlijk helemaal niet zo ver moet gaan zoeken. Dat je met enkele woorden en door elkaar te inspireren een liedje kunt maken. Dat je eigenlijk met kleine dingen toch iets mooi kunt maken. En daarvoor hoeft je niet Beyoncé te zijn of zo. Laatste keer. Yeah, super. Dat is altijd iets magisch. Zelf na een uur merk je dat er een sfeer is van verbondenheid tussen mensen die er ervoor niet was. Je zingt een uur samen en het is een stukje familiegevoel.